Het ministerie van Volksgezondheid wil de gehele samenleving ertoe bewegen om gezond te eten en daarmee ook een gezonde leefstijl op na te houden. Hiervoor heeft minister Amar Ramadien vanmorgen de Nationale Voedingsrichtlijnen Suriname gelanceerd. Deze richtlijnen zijn nodig omdat het blijkt dat de chronische, niet overdraagbare aandoeningen, NCD's, sterk toenemen. Ruim 78% van de sterfgevallen in Suriname is als gevolg van de NCD's. Onderzoek wijst uit dat het gebruik van alcohol en te veel zouten problematisch is. Het ministerie meent daarom dat er een agressieve voedingseducatie nodig is voor het algemene publiek. Deze voedingsrichtlijnen, die vandaag worden gelanceerd, zullen de basis vormen van duidelijke en niet tegenstrijdige informatie over gezonde voeding in ons land. Tevens zijn de richtlijnen bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van voedingsbeleid en bij het evalueren van dit beleid. Dankzij de verschillende stakeholders die zich ook daadwerkelijk hebben gecommitteerd aan het ontwikkelingstraject, kunnen wij vandaag officieel de nationale voedingsrichtlijnen lanceren. Een sterke multisectorale samenwerking is cruciaal voor het bevorderen van een gezonde leefstijl en het effectief aanpakken van de diverse aandoeningen zoals NCD's en de gerelateerde risicofactoren. Een van de uitdagingen bij de richtlijnen is deze zo praktisch mogelijk te maken. Het uitgangspunt mag niet zijn dat iedereen toegang heeft tot gezonde of betaalbare voeding. Want gezonde voeding hoeft niet per se dure voeding te zijn. Ik was gisteren op Kwamalasumutu met de directeur van de medische zending. En als je kijkt daar naar het aanbod van voeding, dan vraag ik me af hoe wij deze richtlijnen daar gaan toepassen. Dus er zijn slechts kritische kanttekeningen die geplaatst kunnen worden bij de lancering. We moeten ons ervoor inzetten om vanuit de overheid het nodige te creëren, de randvoorwaarden en de condities zo optimaal mogelijk te maken, dat in ieder geval het grootste deel van de richtlijnen opgevolgd kan worden door ieder, waar ook in het land. En dat is natuurlijk een grote uitdaging en daarom vind ik het enorm moedig van de afdeling NCD, de diëtisten en iedereen die daarbij heeft bijgeholpen om samen met ons te gaan werken naar een stukje ordening en richtlijnen die cruciaal zullen zijn voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. De Nationale Voedingsrichtlijnen Suriname telt 10 richtlijnen van hoe de gemeenschap kan letten op het dagelijks gezond eten en bewegen. De richtlijnen benadrukken om minder olie en vetten te gebruiken en juist meer groenten, dierlijk voedsel en zetmeelrijk voedsel te nuttigen.